daar voor de fotofinish wordt het een spurt tussen Damon de Vlind en Pieter Bouters. Of komt er toch nog een verrassing uit de achtergrond? We kijken uit. Maar zien nog niets. En daar komt de wedstrijdwagen, de Fiat van Gent Motors. Dus de renners kunnen niet ver meer weg zijn. Ook dank aan de wedstrijdwagen van Fiat Gent Motors. En daar toch, ik denk dat Damon de Vlind Pieter Bouters verrast hier nog net voor de spurt. Probeert hij weg te komen. Pieter doet er nog alles aan, maar ik denk dat het, als ik het goed zie, Damon de Vlind zal worden die zijn koers zal winnen. Inderdaad, nummer 11, Damon de Vlind voor Pieter Bouters, nummer 2. En daar nog twee renners, licht afgescheiden in de achtergrond. We kijken uit hier op de derde plaats. Wie dat wordt? 175. Kijk direct de naam naar. En hier moe gestreden in nummer 196. Jens Moerman. Het 175 op de derde plaats was het Matthias Snoek. Het nummer 196 op de vierde plaats inderdaad Jens Moerman. En hier de vijfde ook nog. Alleen aangekomen, nummer 183. Christophe Michon. En hier nog een sprint voor de zesde plaats. Voor de uitslag bij de B-renners is nog even wachten. Aan de hulp van de videoref moeten inroepen. We gaan kijken naar de beelden voor de winnaar bij de... We wachten af, er wordt hier gespeculeerd op een overwinning van Jan van der Straten met de B-categorie, maar we wachten de beelden af om absolute zekerheid te krijgen. Dus toch nog even kijken, bij de A-renners is er geen discussie mogelijk. Daar ging de overwinning naar nummer 11, Damon de Vlind, voor het nummer 187, Pieter Bouters, op de derde plaats. Ik ben met het nummer 175, Matthias Snoek, de vierde, nummer 196, Jens Moerman, vijfde met het nummer 183, Christophe Grison, en op de zesde plaats met het nummer 21, denk ik, Matthias Torens. Voor een verdere uitslag wachten we de beelden af, maar die top 6 bij de A-categorie lijkt toch vast te staan. Even opletten op het parcours, daar komen nog renners aan. Believe het parcours nog even vrij te laten alsjeblieft. Hier waarschijnlijk nog een aantal renners van de B-categorie die nog een sprintje uitpersen. Onder andere daarbij het nummer 100, Jan Verbeelen, en hier het nummer 94.